Even een vlogje met de telefoon. Ik sta nu op de camping op de Sallandse Heuvelrug. En hier zo hoorde ik al de hele tijd sperwertjes roepen. Bedelende, net uitgevlogen sperwers. Je hoort ze nu ook weer. En ik dacht, ik ga toch even zoeken met de camera. Ik heb de P1000 bij me. Net een mooie sperwer vol in de lens. En ze blijven roepen, dus misschien dat het lukt om er nog een paar vast te leggen. Zou heel vet zijn. We gaan even zoeken. Dat was wel dik. Ik was er natuurlijk op uit om die sperwers te filmen. En toen op een gegeven moment stond ik even te kijken. Toen denk ik, hey, er zit wel een hele grote vogel er in de boom. Havik. Dus een sperwer en een havik. Die havik heb ik kunnen bekijken. En op een gegeven moment dacht ik, lijkt alsof je ergens aan zit te loeren. Was er dus naar een van die sperwers die in de boom zat. Op een gegeven moment die havik ook werd lastiggevallen door de sperwer. Dat was wel heel vet om te zien. En op een gegeven moment die sperwer die landt in een boompje, gaat er zitten en die havik er weer achteraan. Dat helaas niet op film kunnen krijgen, want dat was wel echt helemaal extra bonus geweest. Later ook die sperwer nog weer teruggevonden, die zat mooi in een boom. Kon je mooi zien dat hij een beetje lichte vlekken op zijn rug heeft. Onderscheidt hij zich ook goed mee van de havik. Prachtige vogels. Echt genieten zo, mooi om die rovers zo te kunnen bekijken. Sperwer en havik op één avond. Ik ben helemaal blij. Wat vet. Het is even een geïmproviseerde, korte vlog met mijn telefoon. Maar wel heel vet. Sperwer en havik op één avond. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik bedoel, je ziet ze misschien wel vaker, maar ik vond dit gewoon heel tof om ze zo allebei zo mooi vast te kunnen leggen. Dus helemaal happy. Als je het een toffe video vond en je hier ook helemaal happy van werd, vergeet dan zeker niet even te abonneren. Laat even een reactie achter en een duimpje omhoog wordt gewaardeerd. Zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!